Yo mensen, Jeraski hier en welkom bij weer een nieuwe live complete hier op Black Ops 2. De vorige Black Ops 2 video had natuurlijk weer de 1000 likes behaald. Daarom spelen we vandaag weer een keertje opnieuw. We spelen vandaag Team Deathmatch op de map Standoff. Ik heb de UAV, de Lightning en de Orbital Visit aanstaan. En ik speel met de MSMC met Fastmax erop. Die auto gaat ploffen. Holy fucking hell, daar gingen we bijna alweer dood. En ze zijn allemaal doorgelopen, die enemies. En oh, jij zit daar te campen, als te gek. Jij spant daar. En daar is onze UAV. Nou, daar is de eerste UAV alweer. Die heb je natuurlijk nodig. Wil jij een goede score halen? En holy shit. Komt er een achter me aan. Even mijn headset opzetten. Want ik had mijn headset maar half op. En er zit er hier dus een naast me. Wat ik kan doen is... Ik kan die vent niet killen. En dan hier zo meteen naar binnen rennen. En dan achter die vent aan. Achter die vent aan. Niet in mijn rug spannen alsjeblieft. En dan gaan we gewoon erop afrennen. We gaan even proberen die orbital natuurlijk te halen. We gaan gewoon proberen een lekkere score te halen. En dan vind ik alles wel weer goed. Ik geef hem daar maar een assistje op. Want die kill kan ik toch niet pakken. Gewoon als je iemand ziet lopen en je denkt van, oh, ik probeer wel even een assistje te halen. Dan kan je dat doen door gewoon even één kogeltje op hem te raken. En daarna natuurlijk gewoon weg te lopen bij de situatie. En daar was een hitmark met mijn C4. Op jou, hè, jongen. Op jou, ja. Ja, dat zag ik wel even mooi. En oh shit. Oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god. Er komt er nog een aan, er komt er nog een aan. Nee, ah, er kwamen er te veel, man. Er kwamen er te veel. We hadden alweer bijna de Orbital Visit binnen. Maar ja, maakt niet zoveel uit. We gaan gewoon opnieuw beginnen. Nieuw leven. Mijn team is heel erg slecht, want ik heb nu 9 kills gemaakt. En we staan nog steeds bijna achter, terwijl er pas 15 kills zijn gemaakt. Dus dan moet je nagaan hoeveel kills mijn team heeft gemaakt. Maar dat maakt niet heel veel uit. Als mijn team niet zo goed is, houdt dat wel in dat ik lekker veel kills kan maken. Dus dat is natuurlijk wel weer mooi. Maar het is natuurlijk niet leuk als je door je team verliest. Dus daar moet je wel goed op letten. Maar als zij weinig kills maken, dan kan jij meer kills maken in het Team Deathmatch potje. Dus het maakt op zich niet heel erg veel uit. Er zit er een in mijn rug, dat weet ik. Maar die ga ik nu even pakken. Hij gooit namelijk een Bouncing Betty neer, dat hoorde ik. Dus we gaan even achter hem aan. Ligt er hier ergens een Bouncing Betty, ik zei het je. En even kijken of die komt. Ja, daar komt hij. Dank u wel. Oké, de enemies hebben nu ook een Counter UAV. Dat ben ik nou niet zo blij mee. Shit. Waarom hebben we nou weer een Counter UAV, man? Kom op, teammates. Doe je ding. Ik zag er twee in het midden lopen, die laat ik even lopen. Ik wil eerst even naar een spawn toe natuurlijk, want dan kan ik meer kills krijgen dan in het midden. Dan riskeer ik ook minder vaak de kans om dood te gaan. Maar dan moet ik wel weten waar ze zitten. En mijn team spant hier nu. Kut zo, ik ben helemaal verkeerd gelopen nu. En wauw, we staan dik hard achter, man. Wat? Hoe kunnen we nou achter... Oh my god. Oké, de counter UAV is weg, dankjewel. Teammates, ik zweer het je, doe je best, man. Kom op. Ik kan ook de kills maken, dan kunnen jullie het ook. Ik sta 12-1, ik moet even mijn helft erbij krijgen. Oké, let's go. Go, 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 go. Er zit er hier nog een boven met een sniper. Oh, hij heeft een tactical insertion liggen, deze vent. Waar ligt check? Daar, 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 daar. Span maar, span maar, span maar. Goed zo, jongen. Er zit hier ook nog een sniper. Ja, dat zei ik. Er zit hier ook nog een sniper. Ik wist het. Oké. En nu hebben we een UAV en een counter UAV in de lucht gegooid. Dus dat is echt gewoon niet fijn, gewoon. Maar dat zei zo. Daar kan je niks aan veranderen. Er komt er eentje daar, ook. Komt er eentje daar, ook. Even hem opwachten. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Ah, hij zit daar. Hij zit mij ook op te wachten. Kut. Ik ga er gewoon op af. Ik moet wel. Hij zit hier ergens, die vent. Ik weet niet waar, maar... Ah, shit, hij is weg. Ja, die klote count UAV, man. Ik zag jou, jongen. Oh, shit. Oké, laat maar zitten. Ik heb een submachine gun en hij heeft een assault rifle. UAV. 1, 2, 3. En dan komt er hier een door deze ingang naar binnen. Teammate heeft hem al lekker gedaan, teammate. Dan rennen wij gewoon de andere kant op. Ik vermijd gewoon even de situatie hier, hoor. Ik heb geen zin om de hele tijd dood te gaan. Doordat ik er gewoon echt heel erg dom op afren. En ik zeg, ik vermijd die situatie. Wat doen de enemies? Ze spannen gewoon met z'n vijven voor me. Wauw. Dat was echt raar gewoon dat ze in één keer daar spannen. Want daar klopt helemaal niks van. Maar goed, we moeten dit potje winnen, teammates. Kom aan nou. Kom op. Doe je best. Met z'n allen. We kunnen dit doen. Kom op. Hier, ik heb de kill. Kom op, jongens. Jullie kunnen het ook. Dit wordt echt een close call, hoor. Dat is niet normaal. Want je ziet het. Ik heb al iets van 20 kills gemaakt of zo. En mijn teammates, die hebben ook... Met elkaar, met 5 man, hebben ze evenveel kills als mij gemaakt. Dus dat is natuurlijk niet zo fijn. Perfecte spawn van die enemies. Dat was even een mooie timing hier, hoor. En dan doorgaan, doorgaan. Ik heb een UAV voor jullie, jongens. Kom op. Hier overheen. Lekker enemy in mijn rug, in mijn rug. Let's go. De span is weer aan die kant. Go, go, go. Naar die kant, naar die kant, naar die kant. Goed op mijn UAV blijven letten, want ze kunnen ook zomaar naast me spannen. 1, 2, 3. Dat bedoel ik, ze spannen weer achter me. Andere kant weer op. Daarom moet je zo goed op je UAV blijven letten als je een UAV hebt. UAV hebt, want ze kunnen zomaar weer naast je spannen. Dus let er altijd goed op. Die spans die flippen in Team Deathmatch helemaal vaak. Weer een kill. 27 kills heb ik, holy shit. En mijn teammates zijn ook half geliefd allemaal. En we staan voor, dat is te goed. Dat is helemaal goed dat we voor staan nu. Kom op. Nee, shit, ik moest nog één keer voor mijn orbital. Ik heb geen tactical mask aan staan, maar we staan voor. Kom aan nu, teammates, kom aan nu. Ik heb weer een kill, kom op.
Holy shit. Ik wil dit potje zo graag winnen. Oh mijn god. Dropshot. Oh shit. Oh, ik was al zo een beetje dood gewoon. Teammate, pak hem. Ja. Nee. Wauw. 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 Teammate rent erop af met de Remington, want ik hoorde het in mijn oortje. En hij ging gewoon dood. Oh shit. Oh. Nee, dit was mijn eigen schuld. Shit. Kom op, teammates. Kom op, Jan. Kom op, teammates. Ik moet ze gewoon een beetje aanmoedigen hier, hoor, want anders komt er helemaal niks van. Dus kom aan, we staan nog steeds voor. Nog maar één killetje, maar we staan nog voor. Kom aan, kom aan, kom aan. Er zit er hier ergens heen. Boom, lekker R60. Top. Lekker gedaan, jongen. Ze lopen allemaal in het midden. Dus dan gaan wij ook gewoon naar het midden toe. Dus wij moeten even die kills gaan opzoeken. Wauw, maat. Ben je nog serieus? Oh my god. Ik had hem wel, hoor. Daar niet van. Maar ik vind het gewoon niet leuk als mensen zo spelen. Dus daarom... werd ik weer chagrijnig. Ik word altijd chagrijnig als ik een hacker in mijn team heb. Of in het enemy team zit. Of als er iemand zit te campen gewoon. Dat is gewoon niet leuk. Het enige wat je daarmee doet is het spel echt gewoon verneuken. Voor iedereen die het wel normaal wil spelen. En shit, staat er een naast me. Jammer jongen, jou zag ik al. Stond er daar nog een. Snel UAV. We gaan dit potje winnen. We hebben sowieso al gewonnen zo'n beetje nu. Kijk maar naar het puntenaantal. Wij hoeven nog 4 kills. De enemies moeten er nog 10 of meer. Dus we hebben dit potje zo goed als gewonnen nu. Dankjewel teammate in mijn rug. Oh shit. Oh! Oh, wat een geluk. Een teammate maakte de final kill. Anders was ik dood gegaan, joh. Holy shit. Een super intensief potje was dit. 36 kills gemaakt met de MSMC en... nou, ik had 4 kills of zo met de leidingstrijk volgens mij. Maar alsnog hebben we het potje gewonnen. Dus lekker gedaan, teammates. Dik harde geluk. Maar ja, soms heb je geluk nodig natuurlijk. Bedankt voor het kijken, mensen. Vergeet me alsjeblieft niet te liken voor meer Black Ops 2. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye, mensen.